niet zo trots zijn. Hey, het zit niet heel lekker waar jongens zit. Ja, dat recruterelijk wel lekker. Kunnen we beginnen? Ja? Oké, we gaan beginnen en we gaan iets anders beginnen. We gaan ook beginnen met een stukje van een verhaal. En dat gaat Bob nu voorlezen. Oké, guys, gaan we dan. Nee, je hoeft niet te schrijven, je hoeft niks te schrijven nog. Nee. Dit mag wel, hoeft niet. Gewoon even lekker je ogen dicht doen, zoals vroeger. Als je op de rand van je bed lag. Op een wolkeloze middag, warme wolkeloze middag, lag de mier uitgestrekt aan de kant van het water te slapen. Deze luie mier had helemaal geen zin om wat dan ook op deze dag te doen. Op een gegeven moment hoorde hij een schel geluid waar hij door gewekt werd. Mier! Mier, wakker worden! Mier! Ik ben het, de slak. De slak sprak de mier aan en hij zei: Mier, ik durf te wedden dat ik veel harder kan rennen dan jij. De mier lachte schamper en hij zei: Dat slak, dat kun jij nooit. Toen zei de slak: Nou mier, dat denk ik wel. Ik kan zeker net zo hard rennen als jij, als ik maar heel goed oefen. En hij zei: Ik ga oefenen en dan kom ik bij je terug. En toen verdween de slak met een langzame, glijende beweging in de struiken. Dankjewel, Bob. Mooi stukje verhaal. Krijgen jullie ook te horen hoe het met de slak gaat. Maar dat is wat later in deze sessie. We gaan onszelf even heel kort voorstellen, want we hebben 45 minuten en we willen daar echt al wat dingen gaan doen en laten ervaren. Ik ben Sarah Vaner. Ik heb eigenlijk mijn achtergrond is al heel lang in HR. Altijd met een liefde voor persoonlijke ontwikkeling. Heb bij Microsoft gewerkt. En ben daar toen 4 jaar geleden uit dienst gegaan en voor mezelf begonnen om eigenlijk allerlei ontwikkelprogramma's voor verschillende bedrijven vorm te geven. En dat doe ik eigenlijk met heel veel plezier en heel veel, daar word ik blij van. Ik heb daar Bob leren kennen omdat we ook bij Microsoft de Growth Mindset concept hebben uitgerold en gefaciliteerd. En dat doen we eigenlijk nu nog steeds ook op allerlei andere locaties. En Bob? Nou, daaraan toevoegend, ik ben Bob, ik werk 4 dagen in de week bij Microsoft en met Microsoft aan een stukje change management, op het gebied van de cultuur en organisatie. Daar help ik individuen en teams met het beste uit zichzelf halen. Dat is heel breed, maar dan kun je eigenlijk denken aan hoe beter samenwerken, feedback geven, luisteren, allerlei thema's die belangrijk zijn om het zo leuk mogelijk te hebben met elkaar, ook en zo goed mogelijk het werk te kunnen doen. En in die hoedanigheid daarnaast ben ik vorig jaar voor mezelf begonnen. Omdat er ook allerlei andere leuke dingen voorbij kwamen naast Microsoft die ik graag wilde doen. En onder andere dus samen met Sarah veel aan de slag. Ja, dat was het. Nu willen jullie natuurlijk weten waarom je dat papiertje in je hand hebt. En eigenlijk is dat even een vraag nu aan jezelf. Dat je eigenlijk voor jezelf eens kijkt, de volgende vraag beantwoordt. Schrijf op waar jij nu nog niet goed in bent, maar waar je wel graag goed in zou willen zijn. Dus denkend ook aan de slak, die dus nog niet kan rennen, maar dat wel heel graag wil. Misschien heb jij ook zoiets waar je denkt van, nou, daar zou ik eigenlijk best wel graag of beter in willen zijn. Dat kan ook. Is een minuutje, Sar? Ja, toch? Ongeveer een minuutje. Ja. Het hoeft ook niet helemaal perfect. Het gaat gewoon om iets wat in je opkomt en je denkt, daar zou ik wel graag wat beter in willen worden. Een paar steekwoorden. Heel globaal. Dus waar ben je nu nog niet goed in, waar je wel goed in zou willen worden? Ja, mag ook. Waar wil je perfect in zijn? Ja, mag ook. Ook. Dat hoorde ik. Mensen schrijven. Ja, alle mensen bezig. Ja? Ze piepen nog niet af, Bob. 5 seconden. Schrijf je naam er even op en leg hem even onder je. Hij komt ook later weer terug onder je stoel. Dan pakken we hem er weer later bij.
Nou, voordat wij de mindset eigenlijk echt in gaan duiken en waar het dan eigenlijk over gaat, willen we eigenlijk ter gewoon eens al wat gedachtes delen. En dat willen we eigenlijk doen, of tenminste vragen, wat vragen stellen die je gedachtes op gang brengen over dit onderwerp. En dat zijn de volgende. En dan gaan we het iets anders doen dan dat we in eerste instantie hadden bedacht, omdat de zaal iets kleiner is. Maar dat gaat ook lukken. Ik ga een paar vragen stellen. Zoals de eerste vraag is, je bent zo intelligent als je bent en daar kun je niet veel aan veranderen. Als je zegt waar, dan ga je staan. Als je zegt het is niet waar, dan blijf je zitten. Dus, de vraag is, je bent zo intelligent als je bent, daar kan je nou eenmaal niet veel aan veranderen. Dat klopt, die stelling. Of, hij klopt niet en dan blijf je zitten. Ja. Intelligentie. Intelligentie. Ja. Ja, IQ. Dus staan is niet waar, hè? Ja. Oh, sorry. Oh, waar, sorry. Dat is verkeerd om. Ja. Sorry, nee, het is goed. Ja. Ja, het was eerst de kant, dus dat was makkelijker geweest. Even een rondvraagje doen. Ja, kijken we hier. Waarom ben je gaan staan? Oef, fijn dat headsetje. Oh, die zit daar voorbij. Ik ga een stukje die kant op even. Voor. Oké. Voor jou? Oké, onderzocht, ja. Daar nog iemand? Even iemand die zit? Even kijken. Waarom zit je? Later komen we daar meer op terug. Volgende vraag. Wacht even, dit ging te snel, sorry hoor. Excuus, ga ik terug? Hoe werkt dat? Ja. Wanneer voel jij je het slimst? En dan gaan we staan als dat is als ik een opdracht zonder veel moeite, zonder fouten heb gemaakt. Of als ik, als ik ergens iets beter in word. En je moet gewoon, het gaat niet om, het is echt geen goed of fout. Het is gewoon wat voor jou klopt. Ja. Weet je van, oh ja, als ik iets doe, moet het goed zijn. Dan vind ik pas dat ik echt, dat ik iets. Ga je voor de eerste, ga je staan. Ga je voor de tweede, blijf je zitten. Ja. Oké. Waarom ben je gaan staan? Ja. Wanneer ik het gewoon van A naar B breng zonder dat ik dan fijn was, voel ik met het slimste steeds beter worden, dat is gewoon doorontwikkeling. Dat ik niet echt slim bij dat voel ik gewoon het proces. Dat hoort er meer bij. En het andere is meer van het is fijn als ik goed. Ja, oké. Ja. Daar in de vette. Ja, voor jou? Ja, oké, dankjewel. Ja. Dus je ziet een verband hè, tussen de twee vragen. Ja, dat klopt. Ja. Ik voel me bijvoorbeeld niet zo slim, maar ben wel heel slim. Oké. Volgende? Ja, volgende vraag. Wat denk je als je iets niet goed hebt gedaan? Ik ben er gewoon niet goed in. Of ik kom door er keihard aan te werken, word ik een stukje beter. Doe je het mee, Bob? Ja, ik doe mee. Okay, ja, zeker. Ja. Eerst is staan. Ja. Nee, toch niet? Nee. Waarom sta je? Ja, ik vind het allebei niet echt. Oké. Okay. Dus ik denk dan, ja, ik moet toch makkelijk. Ja. Dus het is meer, ik kies echt niet voor het rechter. Ik ben het ook niet eens met de
Ja, oké. Ik vind dat je best kan harder kan werken aan het beter proberen te doen. En het onderwerp van deze sessie is mindset. En ik denk dat daar alles mee te maken heeft. Oké. Volgende en laatste vraag volgens mij. Wat als je manager-collega zegt dat je een opdracht niet goed hebt gedaan? Ik ga uitleggen hoe het zo gekomen is. Dan ga je staan. Ik bedenk meteen wat ik de volgende keer kan leren. Ik ga ook staan, want ik ben er echt heel goed in uit te leggen waarom ik... Ik zit er dus in. Zal ik een beetje hurken dan? Ja. Oeh, er gaan er veel mensen staan. Ja. Wil iemand daar even iets over... Wil je daar iets over delen? Waarom je staat? Het verhaal worden. Ja. Ja. Goed voorbeeld, ja. Ja, maar wat ik wel heb, als ik het ga uitleggen, dan ga ik de oorzaak buiten mezelf leggen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is herkenbaar. Ja. Ja, maar ik leg dus uit waarom ik zo denk. Ja. Ik denk dat het ook een beetje afhangt van wanneer je het aan me vraagt. Op het moment zelf zal ik in de verdediging schieten, maar ik ga me wel bedenken wat ik eventueel... Ja, dat het een tweede fase is. Maar het gaat even om mijn eerste gevoel, ja. Ja. En jij zit? Ben ik nieuwsgierig? Oh, piep, sorry, ik weet niet wat ik kan doen. Mooi hoor. Oké, dank jullie wel. Dit waren even wat vragen. We komen straks, want het is wel mooi deze vragen. Je weet waarschijnlijk straks nog wel wat je geantwoord hebt. En eigenlijk als we straks wat meer in de theorie, dus over mindset gaan hebben, dan ga je wel herkennen. Denk je, oh, maar ik heb dat antwoord gegeven. Dan kijk je misschien nu wat anders tegenaan of het klopt of ik heb daar een goed gevoel bij. Dus dat komt vanzelf. We gaan niet elke keer zeggen van dit hoe het zit. Het komt vanzelf. Bob, volgens mij ben jij aan de beurt. Ja, ik ben zeker aan de beurt. Omdat... Dit soort situaties komen we zelf ook in ons leven continu tegen. En een van de redenen waarom ik dit doe, eigenlijk en waar ik heel veel passie voor heb, is vanuit een enorme obsessie om mensen te helpen in te zien dat je altijd kunt blijven leven je hele leven. Leren je hele leven. En daar wil ik heel kort even een verhaal over delen. Dan wil ik je heel veel vragen om je ogen daarbij te sluiten. Dat ga ik zelf uiteraard ook doen. Omdat... Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk al een jaar of 10 geleden. Omdat ik bij een bushalte destijds, vlakbij mijn woonplaats Delft in Den Haag, kwam ik op een druilerige donderdagmiddag een jongen tegen bij die bushalte. En dat was een jongen die was begin 20, denk ik. En die keek op een bepaalde manier heel bedroefd, ter neergeslagen. En ik ben nogal een nieuwsgierige figuur, dus... Ik heb hem aangesproken en ik heb hem gevraagd waarom hij nou zo keek. En deze jongen die vertelde me destijds, ik ben het afgelopen jaar ziekenhuis uit geweest. En ik heb een diagnose gekregen dat ik in heel rap tempo vanwege een erfelijke ziekte mijn zicht aan het verliezen ben. En dat ik op dit moment nog maar 10% kan zien. Vroeg van waarom zit je nu bij deze bushalte dan? Hij zegt, ik ben net bij een gesprek van een verzekeringsarts van het UWV vandaan gekomen. En die heeft me 100% arbeidsongeschikt verklaard, vertelde hij. Hij zei, er zijn heel veel dingen die ik niet meer kan. En dat raakte me. Ik zeg, maar hoe bedoel je dan? Hoe komt dat dan? Er stond onder andere in het rapport, zei hij, van deze verzekeringsarts, dat ik niet in staat ben om deel te nemen aan de sociale samenleving. En dat ik niet in staat ben om welke taak dan ook op hetzelfde niveau of op hetzelfde tempo uit te voeren als een goedziende. Dus er zijn heel veel dingen die ik niet meer kan. En ik ben kwaad, ik ben teleurgesteld
En ik had mijn leven me zo anders voorgesteld. En dat moment dat raakte me toen ik hem dat hoorde vertellen. Hoe kan dat nou iemand die zo jong is, die eigenlijk al in zijn leven zo ja, met mindset te maken heeft eigenlijk. Op een manier dat hij denkt van het kan allemaal niet meer. En ik ben in contact gebleven met deze jongen. Ik heb hem uiteindelijk de draad op zien pakken. En ik was zelfs bij zijn afstuderen receptie. Waarbij zijn mentor de woorden over hem sprak dat hij een waardeloze student was. Ook zonder dat hij die oogziekte had gekregen. Maar dat hij uiteindelijk de draad oppakte en de studie afmaakte. En het mooie vond ik ook dat ik bij die speech was. En zijn mentor op een gegeven moment vertelde dat hij bij het afscheid nemen nog steeds zei, tot ziens. En ik zie je later. Ik geloof echt in de kracht van dingen die met mindset te maken hebben. En ik geloof enorm in die veerkracht hebben. In openstaan voor andere mensen en ideeën. En ik geloof enorm in dat je zelfs in zo'n situatie, waar ogenschijnlijk alle kansen eigenlijk op dat moment weggeslagen zijn, toch de draad op kunt pakken. Ik geloof enorm sterk in dat soort dingen op zulke momenten kunnen. Omdat op dat moment in die bushalte ik niet deze jongen tegenkwam, maar ik deze jongen was. En dat ik even niet meer in mezelf geloofde. Nu mogen je ogen weer open doen. Je oké? Ja, mooi verhaal. Het is misschien ook wel mooi om te vertellen hoe je daar nu dan, het brugje ook naar straks de theorie, hoe je daar nu mee omgaat. Nou ja, het is een enorm sterk voorbeeld van het feit dat ik continu elke dag weer op een bepaalde manier uitgedaagd word om met mijn eigen fixed mindset gedachten om te gaan dat dingen niet kunnen of niet mogelijk zijn. Dat het is continu een gevecht of een strijd met je mindset om, ga ik dat toch proberen, ga ik dat toch doen. En als voorbeeld in 2014 ben ik op de solofiets de Mont Ventoux op geweest. Ik weet niet, iemand hier wel eens zo'n berg op gefietst is. Ik zie een paar schimmetjes bewegen. Maar dat was voor mij ook zoiets van, ik kan het niet. Dat heb ik jarenlang niet gedaan, uiteindelijk toch geprobeerd. En dat was heel kut en zwaar, maar wel goed. Het is gelukt, ik ben boven gekomen. Dus elke dag. Ja. Mooi. Mooi voorbeeld ook. Het is ook een mooie brug naar de growth mindset. En Bob en ik spreken hier natuurlijk ook veel over. En ook als we het over hebben, dat je dit is zo geconfronteerd met dat je niet inderdaad. Ja, je kan wel, want jij zegt ook, ik heb voorbeelden van mensen om me heen die uiteindelijk wel zeggen, ik kan niet meer. En die zitten thuis. Ja. Dat is de andere kant. En nu klinkt het dus eigenlijk ook, Bob is hier best lang mee. U bent hier best een tijd mee bezig geweest om die omslag te maken. Maar als je hem maakt, is er ook weer heel veel wel mogelijk. En ook nog steeds dingen niet. Maar dat. Ja, ik zou niet achter het stuur kruipen, dus maak je geen zorgen. En jij wilt toch graag een elektrische auto, hè? Daar heb je hebt hiervoor ingeschreven, toch? Ik heb pas een blog geschreven op LinkedIn over dat ik me als testrijder aanbied. Dus als iemand nog iets weet voor mijn shoot, weet je, ik ben de eerste die wil. Oké, hebben we nog jullie vragen? Want we hebben nog even tijd wel voor vragen aan Bob. Of gaan we door naar de theorie? Wil je nog iets weten? Feel free. De eerste vraag die ik meestal krijg is dat ik, zie je nog steeds zo slecht? Ik zie nog steeds een hele zaal, een kring met schimmetjes. Dus, is het nu stabiel? Ja. Okay, de kans is een nihil dat het slechter wordt, dus net zo groot als dat het beter wordt, dus eigenlijk niet. Nee, het komt niet voor, eigenlijk niet voor. ik denk twee dingen vind ik daaraan te wijten, denk ik. Eén is dat voor mij dat rapport van die arts een enorme drive was om het tegendeel te bewijzen. Om te zeggen van, ik wil nog wel eens even zien. Ik heb hem ingelijst, gearseerd op mijn slaapkamer staan. Dus ik had zoiets van, ik heb eerst heel hard om gehuild, hè, natuurlijk, om dat hele verhaal. Maar uiteindelijk heb ik gedacht van, weet je, we gaan dit gewoon doen. En ik heb daar niet echt bij stilgestaan of dat toch ging lukken of niet. Ik ging dat gewoon aan. Maar ik heb wel heel veel mensen gehad, inspirators gehad, die me daarbij geholpen hebben. Ik heb een hele goede therapeut gehad, Rien, die me geholpen heeft om weer anders te leren kijken naar het leven wat ik leidde.
En zo een aantal vrienden bijvoorbeeld die tijdens mijn studietijd mijn boeken voorgelezen hebben. Om te helpen om die studie af te maken. Ja. Ja, dat is bizar. Ja, daar krijg ik nog steeds kippenvel van, dat soort dingen. En dat zijn wel, zonder die mensen had ik niet in die mindset gekomen weer eigenlijk. Dus denk, deels is het enorme veerkracht en geloof in dat het ergens kan. En het is een pad, hè, het is een weg. Dat is 10 jaar tijd nu, we zijn 10 jaar verder. Ik heb dat niet altijd geloofd dat ik hier uiteindelijk uit zou komen. Dankjewel. We gaan een bruggetje maken naar de theorie over mindset. We deze sessie hebben Mindset Matters genoemd. Die hebben we ook echt zo genoemd, omdat uiteindelijk eigenlijk ook wat we laatst hoort ook vertellen, heeft de manier waarop je in het leven staat en dan met je mindset heel veel impact op hoe je de dingen doet en hoe je omgaat met dingen. Als je het over mindset hebt, dan heb je het over eigenlijk hele sterke gedachten die je hebt, die je vaak al langere tijd hebt. En die voor een groot deel bepalen hoe je met tegenslag, met uitdagingen, met feedback, hoe je daarmee omgaat. Carol Dweck, deze mevrouw, heeft heel veel, is een Amerikaanse psycholoog, zijn gedragspsycholoog, heeft heel veel jarenlang onderzoek gedaan, kan je ook heel veel op internet over vinden als je het interessant vindt, wat voor onderzoeken ze heeft gedaan, naar wat motiveert, dus motivatie van in eerste instantie kinderen heeft ze zich vooral op gefocust, maar later ook nu steeds meer op hoe dat bij volwassenen werkt. En op waarom dan de ene heel succesvol wordt in iets en de ander niet. En daar heeft ze allemaal experimenten gedaan met klassen en met van alles. Ze heeft uiteindelijk is erop uitgekomen dat ze eigenlijk zegt van ja, als ik overal kijk, zijn er 2 soorten mindsets die mensen kunnen hebben. En dat is niet zo zwart-wit, want die kan je ook wel hebben wat meer in een ene situatie dan in een andere situatie. Maar overal is dat wat zij ziet. En dat is de fixed mindset en de growth mindset. De fixed mindset is eigenlijk heel erg over desire to look smart. Dus je wil dan heel graag gezien worden op je slimheid. Op kijk, ik kan het. Waar eigenlijk de growth mindset elke keer zegt van ik ga het aan en dan kijk ik wel. Als ik heel hard oefen, dan kom ik er misschien wel of ik kom er niet. Maar dan leer ik er weer van. Even heel zwart-wit gezegd. Ik denk zelf, en ik hoor nu een paar ook mensen die kinderen hebben op school en zo, dat je ook wel al ziet. Ik heb het idee dat we heel erg veel op schoolsystemen bezig zijn met dit. Iedereen weet van elkaar de CITO-score. Wie heeft de plusplanner is ook bekend. Dus het is heel erg, dit komt al van heel jongs af aan, wordt dit er wel meegegeven. Wie heeft de kinderen? Dat is wel leuk. Best wel wat, ja. Nou, zij heeft ook, misschien vertel ik er straks nog een paar, maar zij heeft ook echt op scholen laten aangetoond in cijfers, en anders kunnen we die nog wel op onze website ook zetten, dat als je op een andere manier kinderen gaat aanspreken, dat echt de scores gewoon en wat ze halen en hun resultaten gewoon omhoog gaan, door ze anders te motiveren. Hier ga ik laten zien wat is dan die fixed en die growth mindset, en wat ik al zei, dat is dus je hebt meer de neiging naar, dus het is niet zo dat je het altijd op die manier inzet. Een fixed, dus hoe ga je om met challenges? Nou, een fixed mindset, die gaat hij eigenlijk liever, het valt even naar beneden, liever uit de weg. Waar juist eigenlijk de growth mindset hem juist eigenlijk aangaat, dus juist die challenge wel wil gaan proberen om te kijken hoe ver die komt of wat hij er anders van leert. Nou, hoe ga je om met obstakels? Deze kant, fixed mindset, geeft toch wat makkelijker op. Hè? Dus was die vraag ook net van, ja, zie je wel, dan kan ik het dus niet. Hè? Dat lukt me dus niet. Ik zie dat nu soms bij mijn dochter ook. En het lukt me dus niet, kan het niet. En de andere kant houdt vol en blijft hè, tegen dat muurtje tennissen tot ik het kan. Of op het waveboard proberen tot het kan de stoep af kan. En dat zijn allerlei dingen die je echt ook al bij kinderen in het verschil ziet hoe je omgaat met obstakels. Nou, de tijd die ergens in, hoe voelt het dan als het niet goed gaat? Ja, en dan voel ik me echt slecht en mislukt. Of nou ja, ik heb heel veel tijd erin gestuurd en het is niet gelukt. Maar als ik gewoon doorzet, dan kan ik er vast wel wat beter in. Ik zie het ook wel eens kans om er toch beter in te worden. Nou, feedback hadden we het net ook even over. Hè. Vermijd feedback. Of staat juist aan de andere kant heel erg open voor feedback. En ziet feedback ook. En dat is echt, nou, ik kom er later op terug, maar eentje die ik probeer heel vaak nu wel tegen mezelf te zeggen. Dat je echt veel sneller denkt, oh ja, maar ik kan wel iets van die feedback leren. Dat je dus anders ook al laat binnenkomen, zeg maar, hoe het aankomt. Nou, en hoe je naar ander succes kijkt. Dus kijk je naar succes naar anderen echt van als een bedreiging, van oh ja, als jij succesvol bent, dan ben je misschien wel succesvoller dan ik, dus dat voel ik als een bedreiging. Of zie je het als iemand waar je geïnspireerd van raakt en waar je bij kan aanhaken en veel van kan gaan leren. Dat zijn eigenlijk de in grote lijnen de verschillen.
Nou, de vorming, heb ik net al iets over verteld, is dus deels persoonlijk, je jeugd, ervaringen die je meekrijgt. Maar wat zij ook heeft ontdekt, en dat is ook iets wat we nu heel erg in organisaties proberen ook mee te nemen, is dat de manier waarop je feedback krijgt, dus waarop van hele grote invloed is hoe jij jezelf in je jeugd ontwikkelt in de Fixed of the Growth Mindset, maar ook hoe je in organisaties met elkaar een cultuur creëert. Ik ga je even wat meer vertellen. Je kan, het grote verschil eigenlijk in de feedback waar zij het hier over heeft, is dat je feedback kan geven op het, ben je toch slim, doe je het toch goed, scores, dat soort dingen. Dus dat je heel erg voelt van, oh kijk, ik doe het goed op het moment dat ik het goed doe en dat ik laat zien dat ik slim ben. Meer zo resultaatgericht. Ja. Een mooi voorbeeld uit die test van Carol Dweck, wat ik even aanhaalde, is dat ze twee groepen inderdaad op verschillende manieren beoordeelden. Feedback gaven op basis van de oefening die ze deden. En daarna werd er een moeilijkere oefening aangeboden om ze te testen. Dus wil je kiezen voor een oefening die even moeilijk is hierna, of wil je een oefening doen die moeilijker is? En dan merk je dus dat de kinderen die geprezen werden op hun slimheid, op intelligentie, op hun resultaat, dat 90% van hen koos om dezelfde oefening te doen. Omdat je dan kon laten zien. Dus dat je zoveel kracht heeft het om dat dus te doen. Ja. En aan de andere kant zie je dus, de feedback die ik nu ook, sinds ik hier wat meer in het verdiepen ben, naar de kinderen toe probeer, want het is soms heel moeilijk, want we zitten echt volgens mij ook een beetje in een systeem dat we wel heel erg op het resultaat complimenten geven, is dat je echt gaat kijken of je op het proces kan prijzen. Ja. Dus dat is een voorbeeld bijvoorbeeld. Wat ik nu probeer te doen, dat is een voorbeeld, is dat je dan, er komt een CITO komt eraan. En dan merk je al op de closed school dat het wat spannend wordt. En wat ik dus om me heen zie, is dat een paar ouders gaan nadat de scores binnen zijn gekomen, gaan ze uit eten. En ik heb nu bedacht, nadat ik het boek heb gelezen van haar, ik ga al eten, omdat ze gewoon hard heeft gewerkt. En dat zijn kleine dingetjes, en dit is misschien een beetje uitvergroot hoe het is, maar het zit in heel veel kleine dingetjes. En dat is als je het boek eenmaal hebt gelezen of hier meer in gaat verdiepen, dan merk je hoe snel en hoe makkelijk jezelf ook eigenlijk op dat eindresultaat iemand beloont. En ook in culturen, in organisaties. Heb je het goed gedaan, dan krijg je een hoog cijfer. Maar ja, als je allerlei dingen hebt uitgeprobeerd en misschien wel 3 keer bent gevallen, maar uiteindelijk hele mooie dingen hebt gedaan, dan zie ik veel culturen waar het niet vanzelfsprekend is dat je te horen krijgt van, jeetje, wat top dat je dit wel hebt geprobeerd. En misschien is het nu niet gelukt, maar probeer het alsjeblieft nog een keer, want anders blijven we hetzelfde doen wat we al doen. Want dat zit ook aan de risico aan de kant van de fixed mindset culturen, dat je blijft doen wat je altijd al deed. Want dat weet je namelijk hoe je daarop gewaardeerd kan worden. Dus ook nu is het ook, wat met kinderen, dus het beoordelen op of het complimenten geven, het eindresultaat, gaat natuurlijk ook in organisaties op. Dus ik denk dat het ook heel mooi is om te kijken hoe kan je als team met elkaar daar ook misschien een andere kijk op gaan creëren. We zijn er als volwassenen slimmer in geworden om dat te maskeren. Hè? Dus dat je dat gevoel hebt, dat je geprezen wordt op eindresultaten van proces, dat die verschillen. Maar het zit er wel degelijk nog enorm in toch een prestatiegedreven cultuur vaak nog. Hè? Van individueel geprezen targets, noem maar op. Ja, ja zeker. Oh ja, ja. Leuk. Ja. Heel veel coaches die zeggen tegen voor de wedstrijd van ik wil dat er minimaal 20 punten verschil binnen van deze tegenstander voor het team. Ja. Ja. En het lijkt achteraf dat het 80 punten verschil binnen, niet 20. Ja. Ja, dat is echt toen niet gehaald. Maar als je coach tegen de spelers zegt dat hij ons gaat vragen om leuke mensen te maken, zodat we goed samen spelen met elkaar, dan maakt niet uit of je 28, 40 of 50 verschil verliest. Als je maar wint. Ja. 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 Nee, juist, ja, juist, ja. Ja. Het is heel mooi, ja. Ja, het is een mooi verschil in de sporters. Ja, mooi is dat. Ja, ja. Anders. Ja, super. Ja. Ja, zeker. En ook, en ik heb ook zelfs het idee dat het ook uiteindelijk zelfs een link naar innovatie heeft. Ja. Want als je... Dat een manier is om als je. Nou ja, er komt straks nog een voorbeeld, maar van de man van de Tesla en zo. Als je ziet hoe hij durft challenges aan te gaan.
En gewoon zeggen, ik ga het gewoon doen en ik ga kijken hoe ver ik kom. Want ik denk, dat is wel echt een voorbeeld van hoe ook je mindset je innovatie drijft. Hè? Dus of het durven of het lef hebben om iets te gaan doen. Ja, ik geloof dat Edison eerst 3000 keer mislukt is voordat het uiteindelijk lukte. Ja. Dus je moet er toch dus veel voorbeelden van. Ja, er zijn heel veel mooie voorbeelden. Dit is eigenlijk een combinatie van. Het is echt een combinatie growth mindset en volhouden. Dus het is een combinatie die waar zij in zegt van daar zie je dat mensen heel succesvol worden. Dus growth mindset proberen zoveel mogelijk aan te zetten in bepaalde situaties en blijven volhouden. Ja. Ja, dit is een hele mooie, die ga ik niet voorlezen, maar die dus Carol Dweck echt vanuit. Dus voor de ouders dan echt zegt van als je dit je kind meegeeft, dan is het is de wereld. Een grote speeltuin om te blijven ontwikkelen. Ja. Kan ik hem doorklikken? Oké, het goede nieuws is ook, hè, want het is natuurlijk van als ik nu denk van ik zit toch wel af en toe wat meer aan de fixkant en de growthkant. Het is wel iets waar je gewoon mee kan blijven ontwikkelen. Jij zei dat volgens mij net, je hersenen zijn een soort. Toch een soort wendbare achtige spier die je dus kan verder ontwikkelen. Is flexibel en zij heeft ook allerlei, als je zin hebt om te kijken, kan je echt 100 filmpjes van haar zien, maar ze heeft ook echt met scans en zo gemaakt dat er elke keer, hoe oud je ook bent, allemaal nieuwe verbindingen aangemaakt worden. Zij zegt, je kan eigenlijk blijven leren totdat je omvalt. Alleen je mindset is dat je misschien op een gegeven moment zegt van ja, maar weet je, ik ben al 45, kan ik niet meer leren. Dat schijnt eigenlijk gewoon echt niet zo te zijn. Dus je kan altijd gewoon nog weer iets nieuws oppakken. Hoe doe je dat dan? En dat is natuurlijk daar gaat het eigenlijk om. En dat is iets wat je jezelf moet gaan aanleren als je er iets mee wil gaan doen. Is dat je moet gaan herkennen wanneer je een fixed mindset hebt. Dus dat je bijvoorbeeld iets niet doet. En we hadden net wat voorbeelden. Ik heb ook best wel veel voorbeelden. Ik doe vaak iets omdat ik denk dat ik het niet kan of er anderen zijn die het beter kunnen. Dat is voor mij een reden om iets niet te doen. Maar zodra ik dat tegen mezelf hoor zeggen, dat ik zeg van ja, weet je, het kan beter iemand anders doen. Die zijn veel beter dan ik. Op dat moment moet ik de tweede stap erkennen dat ik een keuze heb. Om daar dus in mee te gaan en te denken, oké, dan ga ik het niet doen, want er zijn allemaal anderen die het veel beter kunnen. Of zeggen, nee, ik ben er misschien niet zo heel goed in, maar als ik het nu ga proberen, word ik er wel weer beter in. Dat is een andere stem die je dan tegen jezelf. Dus die moet je ruimte gaan geven om die te durven ook aandacht te gaan geven. En dan uiteindelijk die actie ook te gaan zetten om te gaan doen. Dan valt weer het stukje. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Maar het is wel een mooie oefening om wat vaker tegen jezelf eens te kijken van hoe doe ik dat eigenlijk? Waarom ga ik nu al heel snel wegbewegen? Of een voorbeeld bij feedbacken, er stonden net veel mensen, van waarom ga ik nu in eerste instantie proberen te verantwoorden? Niet gewoon eens even echt luisteren waar het nou zit en wat ik daarvan kan leren. Heb je nog een aanvulling? Nou ja, dat zijn wel die voorbeelden. Hè. Dus inderdaad, je kan het gevoel hebben dat je op dat moment in die verdediging schiet, hè, bij feedback bijvoorbeeld. Hè, dat je denkt, ik wil gelijk eigenlijk mezelf verantwoorden. Wat het mooie is wel dat je dan steeds meer of steeds beter kunt realiseren dat je een keuze hebt hoe je daar dan mee omgaat. Ja. Dat je veel meer kunt denken, wat leer ik hiervan? Dat zie ik zelf in de praktijk ook. Hè. Ik voel het wel, maar ik merk dat ik er steeds beter mee om leer gaan van, maar wat is het zo? Wat kan ik ermee? Ja, echt in het hoofd zit. Ja. Toch het niet zien, hè? Ja. 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 Ja, maar ik denk wel dat het vooral gaat over het niet te snel. En als je ook kijkt naar die verder, zoals die basketballer, hoeveel hij geoefend heeft, Michael Jordan, om goed te worden, dat is echt. En dan heeft hij ook een filmpje, volgens mij is dat van Nike eigenlijk, en dan zegt hij van, misschien is het mijn fout dat ik jullie het idee heb gegeven dat het mij allemaal heel makkelijk af is gegaan. Maar ik heb zoveel uren in de tuin, zoveel uren op speelveldjes. Elk uur heeft hij in basketballen gestopt, ja. Ja. Dan word je ook wel, dus het is wel goed om de balans daarin. Bij idols missen we soms een beetje een stukje zelfreflectie, denk ik ook. Of we moeten even verder, want anders gaat het niet aan. Ik ga hier even snel doorheen lopen, want daar heb ik net al iets over verteld. Maar dit is denk ik iemand, ik vind voor mij een voorbeeld, of voor ons een voorbeeld van iemand die echt een growth mindset en eigenlijk alle dingen ook aangaat. Hij heeft natuurlijk die raket die dan weer willen laten landen.
op een of andere, volgens mij zit een soort drone deck-achtig waar hij dan weer op moet. En waar hij dan het laatste filmpje wat ik heb gezien, is dat hij ook wil dat we dan binnen een half uur gewoon naar de andere kant van de wereld met diezelfde raket kunnen. Zodat het gewoon een vervoersmiddel wordt. En het leuke is dan dat als je dan over fixed and growth hebt, dan zie je de reactie daarop van collega Corridon, dat en KLM, dat is allemaal mooi, maar toch denk ik bij hem dat het nog best wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Ja. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Oké, nou is de vraag of je je eerste oefening er weer even bij wil pakken. En dat is dat op het blaadje. En dat je in 2 minuten of op de onder, ja. En het hoeft ook, gaat weer niet over of het nou allemaal klopt, maar gewoon eens wat dingen zegt. Dus eigenlijk die stemmetjes, die 2 stemmen van de fixed, van het kan je niet, het lukt je toch niet, het heb je al een keer geprobeerd, laat het maar zitten, die kant. Ja. En de andere kant, de growth mindset, van nou ga het maar proberen, het is niet erg als je fout maakt. Of, dus de andere kant. Ja. We gaan niet daarna naar kijken, dus je kan gewoon het hele rijtje schrijven, gewoon hoe het bij jou nu werkt. Kijk het niet na, maak je geen zorgen. En schrijf gewoon eens een paar steekwoorden. Ik dacht dat we eerst wat meer zouden. We zijn uiteindelijk redelijk statisch blijven zitten waar we zitten. Dus dat was meer het. Ja. Je mag hem ook gewoon meenemen, het papiertje. Maar steekwoorden. Wat vertel je jezelf? Zetten. Ja, ik kan niet fluisteren. Nee. Ja, mag je nog even tijd nodig hebben, is prima. Rond het een beetje af, ja. Want die lijst is misschien wel langer dan dat je nu opschrijft. Oké, okay. Hadden we eigenlijk, die ga ik dan even skippen, want we hadden eerst bedacht dat het nog mooi was om even met je buurman te praten, maar qua tijd wil ik die nu even overslaan, dus deze doen we niet, dus dat kan je nog wel een keer doen of op een andere manier. Maar wat ik jullie nu, ik ga jullie een kaartje geven. Jullie kunnen nog een keer op kantoor daar verder over waar eigenlijk op staat een soort, iets van een growth mindset actie. Misschien heb je er iets van inspiratie meegekregen, kan zijn van, oh ik ga eens kijken hoe ik dat van... Kijken hoe ik dat thuis doe naar de kinderen. Tot en met, ik ga het op een keer kijken hoe ik in een challenge waar ik nu tegenaan sta, hoe ik dat doe. Gewoon iets opschrijven, een soort actie voor jezelf, die je meeneemt van nu. Ja, of iets wat je geïnspireerd heeft. Dus hoef je ook niet in te nemen, je gewoon mee. Dus deze kan je in je tas stoppen en is gewoon voor jou. En dan ronden we daarna af nog met het verhaal van de slak. Ja. Kan je even ook doorgeven? Yes. Ja. Oh, je bent niet begonnen. Ja. Hebben ze er ook een? Dus het gaat niet zozeer om echt een heel growth mindset actie doelstelling, maar schrijf maar gewoon op wat je echt meeneemt en waar je nog wel eens op terug wil denken of wil onderzoeken. Carol Dweck. Carol? Dweck. Carol? K-O-L, ja, D-W-E-C-K. Ja, zij heeft, hoe heet het boek van haar ook weer? Op weg naar succesvol leven. En dat boek is ook wel helemaal, je kan het van voor naar achter lezen, maar er zijn ook onderwerpen. Dus er staat in organisaties, in opvoeden, zelfs in relatie. Hoe ga je met je partner fixed of growth om? Nee. Ja. Dus zijn ook in categorieën. Dus je hoeft ook niet meteen het boek van A tot Z. Je kan ook zeggen, oh, ik ben nu even geïnteresseerd in hoe zij dat voor organisaties heeft onderzocht. En dan kun je dat hoofdstuk gewoon lezen. Dat is een interessant boek. Ja, leuk, ja. Nee, ken ik niet. Nee. Hoe heet het? Oh, leuk.
gevonden wordt. Oh. Mogelijk is, ga ik maar. Ja, mooi. Oh, leuk. Cool. Cool. Ja. Wakker geschud werd. En weet je zijn naam of niet? Oh. Ik was van gehoord, ja. Ja, nou, dankjewel. Oké, okay, dan zijn jullie heel nieuwsgierig, denk ik, naar de slak. Ja, en wij ook, Bob gaat het nu natuurlijk niet meer voorlezen. Ik hoef het boeken niet meer bij te pakken. Want hij kan het eigenlijk helemaal niet lezen, dus dat was een beetje de... Hij heeft het uit zijn hoofd geleerd. Ja, dat heb ik ooit staat wel, het is wel echt verhaal. Het staat ook in dat boekje. Het staat dus ook echt in. Maar ik heb het ooit een keer voor de kids uit mijn hoofd geleerd. Dus bij deze dan gewoon even de rest van het verhaal. Nou, de mier neemt weer plaats aan de waterkant. En is een wolkeloze dag. En valt weer met een glimlach in slaap. Omdat hij natuurlijk weet dat de slak het nooit gaat lukken. En er gaat een dag voorbij. En de mier ligt er nog steeds. Gaat nog een dag voorbij. Staat even op. Gaat wat eten zoeken. Gaat nog een dag voorbij. Maar op een gegeven moment wordt de mier wakker geport. Mier! Mier! Ik ben er klaar voor. De mier doet even snel zo'n klein beetje zijn oog open. En ziet de slak helemaal enthousiast staan. Tot aan de oever, vanaf de oever tot aan het bosrand. Hij trekt een streep en hij speurt weg. En de mier ziet ergens in de verte nog een klein beetje van de slak zo tussen de bomen door weg verdwijnen richting de bosrand. En hij denkt, dit kan niet. Hij rent erachteraan, zo snel als hij kan, zo snel als hij kan. En als hij hijgend aankomt bij de bosrand, heeft de slak daar een streep getrokken. En ligt hij heel rustig zijn huisje te wassen. En de mier is boos. De mier is het niet gelukt. En hij schopt tegen een boomstronk aan en loopt hier boos bij weg. Dat was het, hè? Dus het is een geluk. Het is een heel leuk verhaaltje voor kinderen ook om voor te lezen, inderdaad. Ik wil je allemaal heel erg bedanken. Ik hoop dat het is kort, want wij doen dit vaak wat langer. Maar dat het in ieder geval geïnspireerd om of meer van te weten. Of dat je zegt van ik ga er eens op letten, wat er eigenlijk om me heen gebeurt. En ja, ik vond het spannend, maar ook heel leuk om dit te doen. En, dus er is nog een klein stukje van dit verhaal dat ik niet heb verteld. Oh, dus ja. Zoek hem zeker nog een keer op. Oh ja. Dus dank jullie wel ook voor het komen. Dat is echt leuk. Dank je wel. Dank je wel.